Wij schakelen snel over naar Stedum, want daar wordt de jaarlijkse rommelroute gehouden vandaag. Jan, jij staat met je neus in de taten. Hey Melzo, ja. Ja, wij zijn in Stedum. Ja, toen ik eerst las van de rommelroute, ik denk, daar ga ik kijken. Want er zijn natuurlijk mensen die gooien allemaal rommel uit de auto op een bepaalde route. Maar dat is alles behalve natuurlijk niet het geval, jongens. Nee, we staan hier in de Stedum en we zijn al even door Stedum heen gereden. En inderdaad, het is... Ja, het doet gewoon gezellig aan. Mensen die hebben schuurverkoop, zoals dat heet. Er staan bordjes bij de weg dat je achter bij iemand in het achterhuis in de tuin ook een bezoek kan brengen waar alles staat. Maar wij staan hier vooraan in Stedum eigenlijk. En heel gezellig tuin. En wat is er te zien? Nou, als je in de buurt bent en je hebt nog belang bij industriële lampen, die zijn hier in boeken. Boksen voor kinderen, kinderstoel, mensen moeten, als je tijd hebt, dames en heren luisteraars, dan moet je hier eens naartoe en dan is het echt de moeite waard om nog even in Stedum langs te gaan, want er is van alles te zien. En ik heb al begrepen, miniatuur, ja nou, te veel om op te noemen, kom gewoon kijken als je nog tijd hebt. In het tussen zijn we... beland even bij iemand die hier aan meewerkt. En dan denk je van nou, die staat in haar eigen tuin, maar niets is minder waar. Ze staat gewoon bij haar schoonouders gras te vertrappen hier zo. En daar zijn ze natuurlijk blij mee. Joke, Marjolein, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij staat hier al sinds? Nou, ik was hier om 9:15 al, om de boel wat op te bouwen. Om 10:00 zouden we los, maar om 9:30 waren de eerste mensen er al. Ja, het is. Wie neemt het initiatief om zo'n rommelroute te organiseren? Nou, ik denk dat dat vanuit dorpsbelangen gaat. Dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen, maar ik denk het wel. Vanuit het dorp is dit georganiseerd. Ja, jij staat hier niet alleen. Je staat hier, ik zei het al, in het tuin van je schoonouders. Maar er zijn meer mensen die hier nog staan, hè? Klopt. Mijn schoonmoeder staat hier met haar spulletjes, mijn schoonzus. Met haar vriend, mijn nicht en ik met de kinderen. En de kinderen die verkopen koffie met verse cake en spekjes met ranja voor de kinderen. Ja, oké. Nou, er kunnen nog wel wat meer mensen bij. Het is wel gezellig druk. Er staan ook al auto's geparkeerd. Dus mensen die zijn hier te voet natuurlijk in Stedum om wat rond te kijken. Maar de luisteraars die moeten hier zeker naartoe komen. Het zonnetje schijnt hier al lekker in Stedum. Dus het is echt de moeite waard. Als u in de buurt bent en u wilt nog even een route op de fiets volgen. Nou, zoek dan Stedum op. En dan is het gewoon heel afwisselend in de straten van Stedum. Om eens te kijken in de tuinen of achter het huis of in de garage. Doe je dit vaker, Joke? Marjolein is het. Ja, maar Joke is prima hoor. Oké. De meeste mensen kennen mij ook als Joke. Ik doe dit wel eens vaak. Ik vind het leuk. Want zo kom ik van mijn spullen af voor heel weinig. Eigenlijk hoef ik er bijna niks voor te hebben, maar ik vind het gewoon leuk. En gezellig. Mijn man die vindt het verschrikkelijk. Die zit binnen. Die houdt hier totaal niet van. Die gooit het liefst allemaal naar Usquert en... De stort. Ja. Vreselijk. Ja, dus die is binnen. Die wil ook niet hiermee geassocieerd worden. Maar ik vind het leuk. Ik vind het gezellig. Ook met elkaar, met de familie. Dus ja. Hoe lang blijven jullie hier staan? Volgens mij duurt het tot 5:00. Maar ik heb het idee er wel eerder... maar dat weet ik niet hoor. Maar het duurt tot 5:00. Ja, dus dat mensen hier naartoe willen, moeten ze even opschieten. Nou, ja. Ze hebben nog tijdjes, nog geen 1:00. Dus dat kan ook. Ja, en het is bijna gratis ook, hè? Ja, het is ongelooflijk. Ja. Ga je ook op vakantie, want de koffers staan ook klaar? Ja, nu niet meer dus, hè? Die koffers gaan weg. Oh, die gaan ook weg. Kijk, ja, Dirk die daarvan... Ja, Dirk die zei al, ze rommelen wat aan. Hij zei, er zijn mensen die gaan op vakantie, terwijl ze hier dingen staan te verkopen. En de koffers staan al klaar om weg te gaan. Een voetenbadje erbij. En nou, inderdaad, mijn mooie lampen. Een prinsessenkasteel van hoe heet dat? Playmobil. Aladdin. Ja. Tenminste, ik zie aan die torentjes. Snelkooppaal. Ja. Ja, oké. Okay. Is ook voor jou snelkoop, hè? Ja, wou u die kopen? Dat kan nou, toch? Nou, nee. Ik heb alle tijd, dus waarom zou ik een snelkoop aannemen? Nee, daarom. Ik hoef het ook niet. Dat veel te snel. Ja. Waarom doe je zoiets dan weg, Joke? Ja, het is niet voor mij. Ik verkoop het namens iemand anders. Dus, oh, oké. Okay. Ja. Ja, we gaan geen namen noemen, maar je moet ook allemaal opgeven aan de belasting natuurlijk. Ik ben ook niet van de generatie snelkooppan, heb ik het idee, nee? Hoor. Nee. Nee. Wat is nou de generatie van de snelkooppan dan? Ik denk een beetje mijn ouders. Ja? De 60, 70-plussers, denk ik.
Ja, maar je hebt toch... Ik ben mee van de frituurpaal. Oh, natuurlijk. Ja, ja. Een airfryer. Oh, ja, tuurlijk. Ja, ja, nou ja, dat is oké. Je weet eigenlijk wat je met snelkooppan moet. Nou, snel iets koken, denk ik. Kopen. Beetje een rare vraag. Snel verkopen. Nou, zegt het al, ik denk een beetje sudderen misschien. Iets, ja, daar heb je een sudderplan voor. Oh, ja, nee, dat weet ik. Jammer weer. Ja, ja. Is de kans weer. Ja. Hey, Joke, nou, het was heel aangenaam hier even. Wil je nog iets kwijt dat de luisteraars... Alles. Ik wil alles nog kwijt. Nou, die is weer voor jou. Jongen, jongen, jongen. Nee, maar kom, dit is de eerste woning aan de Stationsweg. Ja, bij de verkeerslichten linksaf in Stedum. Ja, 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 en dan de derde brug en dan er ook bij de rotonde. Ja. Nee, het is bijna gratis. En het is gezellig. En ja, ja dus kom gerust langs. De zon schijnt hier. Het is bijna 30 graden plaatselijk. Ja, oké. Oké, we gaan terug naar de studio. Joke, bedankt. Zeg Jan.